Goedemiddag, daar ben ik eindelijk weer. Zelda P20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play. The Legend of Zelda, de Wind Waker in HD. Oh, heb ik die gemist, zeg. Echt serieus. Zoals de meeste van jullie weten, de mensen die mij volgen op Facebook en Twitter, er was een update. Ik ben de afgelopen dagen niet echt lekker geweest en daarvoor was ik helaas niet in staat om op te nemen. Vandaar dat we dus deze cliffhanger iets langer hebben gehad. Mijn excuses daarvoor. Maar goed, in de vorige aflevering hebben we dus een gigantische vogel verslagen. En nou zie je dus dat dit hier open is, omdat ik hem toen heb moeten save, aangezien dat we ver over de tijd zaten. Want ja, die cliffhanger was niet echt gepland, maar aangezien dat er nou best wel veel gaat gebeuren, had ik dus geen keuze om vrijdag daar de aflevering te sluiten. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Maar goed, zonder enig oponthoud. We hebben de Master Sword. En we gaan Ganon daar eens eventjes goed mee confronteren. Want wij hebben onze zus nou bevrijd. En nou gaan we eens eventjes Ganondorf op zijn kop geven. Of Ganon, of hoe dat hier ook heet. It's been a while, boy. You have done well to sneak into my fortress and wriggle your way all the way up here. I suppose the least I can do is commend you for your reckless courage. My name is Ganondorf, and I am the master of the Forsaken Fortress. By the way, boy, when you drew that sword of yours out of its resting place, did you by chance notice how all the monsters frozen in time down there suddenly began stirring again? Do you understand precisely what that means? I highly doubt you do. Foolish child, while that sword is indeed the blade of evil's bane, at the same time, it has long played another role. You see, it also is sort of a key, a most wretched little key that has kept the seal on me and my magic intact. By withdrawing the blade, you have broken that seal. Sparkle with the power to repel evil, what you hold is useless. Go back to the world below and tell that to the pathetic fools who made this blade. Its power is gone and its edges are dull. Stefan, get up! Ow, stop! Let me go! You pathetic little sea rat! Huh? My Triforce of power is resonating! At long last, I have found you, Princess Zelda! What are you talking about? I don't know any Zelda. Feigning ignorance will gain you nothing. Tell me, if you're not Zelda, then why do you have this fragment of the Triforce? Huh? Hello, I'm going to make this place very hot. Burn, tower, burn, it's on fire, so flame. Nice rescue mission. Geweldig. Him.
It's alright, Stefan. She merely lost consciousness. Your sister has escaped the Forsaken Fortress. Oh, your sister has escaped the Forsaken Fortress with the pirates. You can relax. She's safe now. Hey, wacht, jij bent die gozer die. Lord Vlu, you arrived not a moment too soon. We are deeply grateful. Still, it's too soon for us to relax. Ganon cannot be destroyed by such simple means as rat and fire. I am aware of this. Yet, I thought our first priority should be to separate these two from Ganon's grasp. I see. And I agree. Very well then. We are counting on you. Okay. Nou, in ieder geval bedankt. Doei. Jullie ook bedankt. Dag. Laat ons maar hier alleen achter. Maakt niet uit. Komt goed. Stefan, I will explain things later. Now we must return to the world beneath the sea. Okay, prima. Waarom ook niet? Ik weet het, dit is nogal heavy storyline en sommige mensen vinden mijn voice acting leuk en sommige mensen die denken bij hun eigen van ja, kun je dat niet gewoon skippen? Maar het hoort bij het spel, dus ja, sorry daarvoor. Oh. Stefan, you're alright. Ja, natuurlijk. What is this place? Atlantis. Hey, and Ganondork, what happened to him? Wow, sorry, mijn eyestone gaat. Stefan, what are you doing? You must come to the room where you got the Master Sword, ASAP. Who's using that stone? Just who are you? Stefan and I are the only ones who can speak through this stone. How dare you to use what's not yours? Your name is Tetra, correct? You must come with Stefan to see me at once. Well, don't you sound important? Fine, we'll be on our way. Just hold your horses, whoever you are. Stefan, what are you waiting for? You heard the stone. You're supposed to show me how to get to where that voice is. En op een of andere vage manier is die tekst oranje. Okay, nou, dit is dus zeg maar een van die momenten dat je dus gevolgd wordt door iemand zonder dat je dus zeg maar de command melody nodig hebt. En wat het grappige is, soms kan dit nogal, ja, let op. dit blijft een klassieker in de Wind Waker. HD! Je kunt lopen dat je, hoe heet dat, zover is dat je wil, maar ze komt je dan niet achteraan, dus blijft er dan vastzitten. En daar zijn heel veel van die selfies gemaakt met een linkfeestje van... Waarom? Nou, maakt niet uit. Dus, we gaan hier naar binnen toe. Hyrule Castle, ik blijf het Atlantis noemen, omdat ik dat gewoon leuk vind. Ja, sorry, ik mag toch wel een grapje maken. Nee, mag niet. Jammer, doe ik lekker toch. En even over Darkplay. Vergeet niet, er is heel veel vragen over Darkplay. Over hoe, wat, waar en wanneer en waarom en hoezo. Vergeet niet, Darkplay is meer als een karakter. Als dat het echt iemand anders is. Het is een karakter verzonnen. Het leek me leuk om een beetje zeg maar een evil personage er soms in te gooien. Wat een beetje variatie erin geeft in het spel. Maar goed, terug naar het voice acten. Are you him? Are you the one who was speaking through my stone without my permission? Answer me. The stone is an enchanted version of the gossip stones long spoken in the legend of the Hyrule royal family. I am the one who made it. Dus jij bent eigenlijk een beetje net zoals Steve, alleen jij hebt dus de Eye Stone gemaakt. You made it, the royal family gossip stone. Ook wel bekend als de Eye Stone. I'm sorry, but I have no idea what you're talking about. Have neither of you heard the tales? Tales of the kingdom spoken in the legend of a great hero. The place where the power of gods lies hidden. Nou, misschien, een beetje. This place where you two are of, where the two of you now stand is that kingdom. Oh ja, dat is eigenlijk de reden waarom dat ik dus dat groene pakje aan moest. This is Hyrule. Nee, this is... Okay, nee, ik zal niet een this is Sparta grap maken. Waarom? And I am its king, Daphnus Nohansen Hyrule. Stefan, do you not recognize my voice? Indeed, I am the one who guided you here. I am the king of Red Lions. There was no need for me to reveal my true identity to you as so long as you had the blade Master Sword you could defeat Ganon. Blah, 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 blah. But now, both of you must listen to me.
Once long ago, the land of Hyrule was turned into a world of shadows by Ganon, who sought to obtain the power of the gods for his own evil ends. Waarom blijven jullie hem Ganon noemen? Hij heet Ganondorf, dat heeft hij net zelf gezegd. My power alone could not stop the fiend, and our only choice was to leave the fate of the kingdom in the hands of the gods. When the gods heard our pleas, they chose to seal away not only Ganon, but Hyrule itself. And so, with a torrential downpour of rain from the heavens, our fair kingdom was soon buried beneath the waves, forgotten of the bottom of the ocean. Aww. Yet all for it was not lost, for the gods knew that to seal the purple of the kingdom and the grand occasion Ganon wished of destruction of the land. Te veel tekst. So before the sealing of the kingdom, the gods chose who would let the building of the commander to the... Shut up, king! Those people were your ancestors. Ah, dat verklaart een hoop. Hundreds of years have passed since then. So long as Ganon was not revived, Hyrule would remain below, never waking from its slumber. Tetra, come to me. Oh boy, nou ben jij de Sjaak. Vergeet niet, hij heeft mij al door 3 tempels heen geleid, hè, die klootviool. En nou is het jouw beurt. Ik kan er niks aan doen. This necklace you wear is a sacred treasure called a Triforce of Wisdom, which have been passed down by many ages with the royal family of Hyrule. Your mother passed this down to you and instructed you to treasure it and to guard it with your life. Am I not correct? The Triforce of Wisdom is none other than the sacred power of the gods that we have kept from Ganon's clutches for so many long years. The gods placed upon your ancestors the task of protecting it from evil's grasp. You too must be aside from the laws of the past, and so the time has come for me to teach you the fate into which you were born, the very reason that you live. Dus ik jat even jouw ketting. A Link Between Worlds! Muziek! Nou ja, eigenlijk A Link to the Past muziek, maar niet. Shiny! Ja, het is shiny voor mij! Oh mijn god, what the hell! Wauw! Shit! My fate! Now I have to sound royal because I'm a princess! You are the true heir of the royal family of Hyrule, the last Link in the bloodline. Fighting him, Link. You are Princess Zelda. Zelda? I'm a princess? You are confused, aren't you? I suppose such isn't to be expected. Stefan, I am terribly sorry that you have been caught up in these events. But now that it's known that... But now it's known that Tetra is indeed Princess Zelda. Ganon will be searching frantically for this child in the attempt to get the power of the gods that she possesses. He will not rest until he has found her. If he succeeds, my Asian kingdom under the sea will be turned into a land of shadow and despair. And so will not... And so will be the world you are... Gee! Excuse me. Ah ja, ik ben allergisch voor deze onzin. Ja, above the waves, bla bla. Stefan, I need you to lend me your strength in this dark hour. I have a suspicion about who caused the Master Sword to lose its power. I need you to come to me back at the lands above the world and return the power to repel evil to the Master Sword. Okay dan. Zelda? Ja? It is far too dangerous for you to go alone in this task. Take this! No, just kidding. Fortunately, the sacred chamber is not yet known to Ganon. It is my wish that you wait here in hiding until we return. There is no PlayStation, no Wii U, no Wii, no GameCube, nothing. You will be bored to death forever. Okay, sorry. Stefan, we must go. Ja. Er zit een jeuk in mijn neus. Dat is verschrikkelijk, dan moet je de hele tijd bijna niezen. Oh, kijk nou toch eens. De koning is lui. Die is zo luier de lui. Hij kan alleen maar warpen omdat hij lui is. Ja. Stefan! Ja? Hey, eerst was je een bitch tegen mij. Wil je die alsjeblieft zo houden? I don't know how to say this.
Everything that happened to you and your poor sister, it's all been my fault. Oh, kun je alsjeblieft weer terug aan de tetra? I'm so sorry. Oh. Ah, maakt niet uit. Doei. Stefan. Ja. Be careful. Ja, mama. Oh, kijk nou toch eens. Ik heb een Triforce. En dan kan ik er niks mee. Ik moet hier in deze stof dungeon niet blijven. Oké, laten we dus eventjes ervoor zorgen dat niemand er mee binnen kan komen. Opsluiten die app. Daar word je ook vrolijk van. Dus ja, jij moet daar blijven totdat wij klaar zijn met onzin. Weet ik veel. Blijf daar. Itchy neus is vervelend. Nou, sorry. Ik zei al dat ik een stuk beter ben, maar ja, mijn neus is nog steeds een beetje itchy. Stefan, listen well. The fact that the Master Sword lost the power to repel something has to happen to the sages in the battle of the power. The sages are in Hyrule, Wind Temple, North, Earth, Temple, South. Ik denk dat ik alleen maar die oranje tekst voor ga lezen, dus een stuk minder. Two temples. Unfortunately, Ganon seems to be erected some kind of magical barrier down here in Hyrule, blocking our path to the temples. But each temple should have another entrance high above Hyrule's mountain tops, which are now islands above the sea. As always, I shall mark these places on your sea chart. Yay! Now then, if you stay here much longer, we shall draw enemies' attention to Princess Zelda's whereabouts. We must return to the surface immediately. Oké, er zit hier dus een heel kleine plothole in. Je vertelt mij dat Ganon dus nog niet weet van deze locatie. Maar je vertelt me ondertussen ook nog eens een keer dat Ganon een seal heeft gemaakt, wat ervoor zorgt dat wij niet naar deze tempels toe kunnen. Dus, klopt niet helemaal wat je zegt. Dus dan zou Ganon eigenlijk wel op de hoogte zijn van deze plek. Of zoiets in die trend. Weet ik veel. Maar dat is dus een beetje plothole, want je zegt dus dat Ganon niet weet van het kasteel, maar wel weet dat onder Hyrule ligt en tot daaronder toevallig, ja. Dus Ganondorf die zou al een keer daar beneden zijn geweest, anders kon hij daar niet zo'n seal neerzetten. Stefan, do you know the legend of the Hero of Time? Nou, ik ken hem, sommige kijkers kennen hem, maar de meeste niet. In de notendop, in Ocarina of Time, wordt uitgelegd dat jij een hero bent, bla 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 bla, je moet de trial aan, Ganondorf kom je daar voor het eerst tegen, Ganondorf krijgt de Triforce of Power, neemt de wereld over, want jij bent te jong om de Hero of Time te zijn, redt daarna in één keer de Prinses Zelda, bla 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 bla. Dat is eigenlijk de Hero of Time, de legend. Once long ago we defeated Ganon, dat heb ik net uitgelegd. Ja, hij had de Triforce te pakken gekregen van Courage, ja, heel erg leuk. En dat is de Triforce of Courage. When the Hero of Time was called to embark on another journey, he left the land of Hyrule, he separated from the elements that made him a hero. Okay, dat is duidelijk. It is that time the Triforce of Courage split into 8 shards and hidden throughout the land. Ah, net zoals de allereerste Zelda op de Nintendo. Even though I do not know where there is, maar er zijn er kaarten van gemaakt. En die kaarten die kunnen we dus ergens vinden. En daar moeten we dus eventjes voor opzoeken. Okay. Dus, in een notendop. Er is dus een Triforce of Courage die we ook nog eens een keer moeten gaan zoeken waar 8 pieces van te vinden zijn. Net zoals in de allereerste Zelda, maar dan was het eigenlijk de Triforce of Wisdom die in 8 stukken was. Ik weet niet, ze hebben iets met nummer 8. Maar goed, die moeten we dus vinden en die zijn dus te vinden via een treasure chart. Niemand weet waar die treasure charts zijn en niemand weet waar dat ze ergens ook alweer liggen. Goed, een heleboel uitleg, een heleboel storyline hebben we eindelijk gehad. Maar om dingen nog erger te maken, er zijn er nog maar 2 tempels die we moeten doen. En er zijn een shitload of secrets, sidequests, noem maar op, die we op dit punt kunnen gaan doen. En daar gaan we dus beginnen mee in de volgende aflevering. Dus, ik ga mijn camera er even bij pakken. Want we zitten nou niet in een dungeon. Dus, ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Ondanks dat er heel erg veel gevoice act werd. Sorry daarvoor. Ik hoop dat de voice acting een beetje leuk was. En ik mocht weer onze Ganondorf stem inspreken. Ik weet niet, ik vind het altijd leuk. Yeah! Dus, ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vinden. Heb je een leukste momentje of vond je de Ganon stem best leuk? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20 en ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yeah! Tot morgen allemaal! Doei!